Evert Santegoets en Harry Mens werden afgelopen weekend herenigd in de talkshow Business Class, waarbij hun verleden samen werd opgehaald. De twee hebben een lange geschiedenis, waaronder hun samenwerking in het TV-programma VIPs op Veronica, waarin ze met een helikopter boven de huizen van bekende Nederlanders cirkelde en opnames maakten. In de podcast Strict Privé vertelt Evert dat zo'n programma tegenwoordig ondenkbaar zou zijn. Als je nu met zo'n idee komt, protesteert iedereen onmiddellijk, zegt hij. Toen vonden mensen het geweldig. Ze meldden zich zelfs vrijwillig aan. Een memorabel moment uit die rubriek was toen Connie Breukhoven, destijds wonend in Wassenaar, een groot laken met dag Evert, op haar grasveld legde. Soms hadden we het vooraf aangekondigd, soms ook niet, vertelt Evert. Mensen wilden zelfs weten wanneer we kwamen, zodat ze hun gras konden maaien. Harry Mens was echter minder enthousiast over de helikoptervluchten. Hij was doodsbang in dat ding, herinnert Evert zich. Op een gegeven moment zijn we het zelfs op de grond gaan opnemen omdat Harry zo angstig was. Hij kneep mijn arm helemaal blauw van de spanning. Tijdens Business Class werd ook gesproken over enkele negatieve reacties die ze ontvingen. Harry herinnerde zich dat Peter er, de vries woedend was omdat hij had gezegd dat Peter een nieuw dak nodig had. Ook Rob de Nijs was niet bepaald vriendelijk. Vandaag de dag zou een dergelijk programma waarschijnlijk juridische problemen opleveren. Evert merkt op, mensen zijn nu veel meer gesteld op hun privacy. Wat 25 jaar geleden normaal was, zou nu voor enorme ophef zorgen. Ondanks de populariteit van de rubriek destijds, waarin de helikoptersegmenten onder de naam Harry's Haley werden uitgezonden, is het duidelijk dat de tijden zijn veranderd. De maatschappelijke houding ten opzichte van privacy en persoonlijke ruimte heeft een grote transformatie doorgemaakt, waardoor dergelijke programma's niet meer haalbaar zouden zijn.